Bij Universalis beginnen we elke dag met een uur gym. Daardoor vind ik het veel leuker om naar school te gaan. Ik heb ook veel meer energie om de dag door te komen. Nou, zullen we weer meiden? Vandaag gaan we slaan met verschillende materialen. Ja, goed zo. En door veel te oefenen wordt je slagvaardigheid veel beter. Kijk maar. We beginnen elke dag met sport. En daardoor kan je veel beter concentreren in de les. En het is heel erg fijn, want je hebt ook wel iets meer zin om naar school te gaan. Omdat je weet dat je begint met sporten. Ik ben zelf niet echt de sportiefste, maar door dit word je juist steeds sportiever. Welkom bij Aarde en Wereld. Elke Aarde en Wereldles beginnen we met een nieuwskrant. Zo blijf je altijd op de hoogte van het nieuws. Bij het vak Aarde en Wereld werken de vakken geschiedenis en aardrijkskunde samen. Het grote voordeel ervan is dat je makkelijke verbanden kan leggen. We hebben elke les een blokuur en na bijna elk blokuur hebben we een pauze. De overstap van groep 8 vond ik in het begin best lastig, omdat ik daar heel erg gewend was. Op de open dag, toen ik hier binnenkwam, voelde ik me al gelijk op mijn gemak. Dat komt omdat het gewoon een kleine school is, waardoor het erg overzichtelijk is. Voor de zomervakantie was zeg maar een kennismaking, introductiedag en toen moesten we een groepsopdracht doen en dat was meteen heel gezellig. Toen ik helemaal hier op school kwam ging het eigenlijk allemaal heel snel. Je maakt heel snel vrienden en je voelt je heel erg thuis. De verschillen tussen het Engels en Nederlands onderwijs is dat ze allemaal in hetzelfde uniform lopen. En dat ze elke dag in hetzelfde lokaal met dezelfde leraar zitten. Saai hè? Wij zijn hier bij multimedia. Dat is een samenwerking van de vakken film, muziek en tekenen. Bij tekenen hebben we de vormen gemaakt en bij film laten we ze bewegen. Oké, jongens, dit wordt de eerste scène. Foto, beweging, foto, beweging. Na 900 foto's heb je een prachtige animatie van 1 minuut. Bij Universalis werk je heel erg projectmatig, waardoor je het sneller en makkelijker begrijpt. Zo, de beelden staan erop. Nu gaan we beginnen met de soundtrack. Muziek en geluidseffecten kunnen de sfeer van de hele film bepalen. Achteraf gezien had ik het Universalis op nummer 1 gezet. Omdat elke dag sport me heel erg aanspreekt en ik vind de manier van onderwijs geven heel erg leuk. Ik heb Universalis op mijn eerste plek gezet omdat ik heel erg van sport hou. En ik hoorde dat ze heel erg veel sporten in deze klas. Ik zou het al zeker aanraden, want ik vind het een hele leuke school. En het is altijd heel gezellig met alle brugklassers en je maakt heel snel vrienden. In één ding!